Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Asjo Manuhutu, vandaag overwinning, dat moet lekker voelen. Ja, goed, heerlijk. Ik bedoel, vorig jaar verloren, het jaar ervoor ook verloren. Dus het is wel lekker dat je die punten nu meepakt. Ja. Echt een angstgegner hier. Normaal speel je hier in de winter, donker, koud. Heb je dan het gevoel als je hierheen gaat van kom op, deze wedstrijd gaan we winnen? Of is er dan toch wel een soort van twijfel? Je weet, vorig jaar was het veld hartstikke slecht, dus daar ga je ook een beetje vanuit. Maar toen we kwamen, kijk, het was wel wat zacht, maar goed, het was beter dan vorig jaar. En je bent betrokken bij de goal van het weekend, denk ik. Ja, dat was een aardige goal, hè? Ja. En vooral een aardige paas, 75 meter of zo was het? Ja, heerlijke paas. Dacht jij van, hey, ik ga hem naar voren schieten en dan kijken waar hij belandt, of was het een strategische paas? Ja, je weet altijd dat Rob en Rick die lopen erop. Dus als je dan goed valt en zij staan daar gewoon goed, dan maak je wel kans. Maar dat hij er zo in gaat? Ja, dat was een fantastische goal. Ik had ook niet verwacht dat hij hem zo zou nemen, maar ja, heerlijk. En vervolgens zeg je dan hier die tegengoal. Staan een aantal spelers bij de bal. Een voorzet en een aantal spelers staan voor het doel. Wat gebeurde daar nou op dat moment? Ja, ik zag het zelf niet helemaal goed, want ik lag nog op de grond. Ik vond de overtreding in eerste instantie, maar goed. Ja, ik kwam gewoon in de kluts. Kregen zij hem via kregen ze hem voor de voet en schoot ze hem erin. Pech hebben dan, hè, denk ik. Ja, een beetje pech. Dan de tweede helft. Of althans, nou, eerst een penalty natuurlijk. Heb je daar nog zicht op gehad of dat nou echt een penalty was toen Bouwsen naar de grond ging? Ja, wel degelijk. Bouwsen die werd bij zijn armen nog vastgehouden. Dus ja, het is logisch dat hij dan naar de grond gaat. En ja, mooi dat de scheidsrechter hem meegeeft. Ga je met een voorsprong de kleedkamer in, denk je dan misschien de tweede helft gaan het uitbouwen? Of, want jullie speelden wel offensief, jullie gingen niet de bus parkeren, zeg maar. Nee, zeker. We wilden die lijn gewoon doortrekken en de tweede helft gewoon net zo als de eerste helft er volop knallen. En dat hebben we goed gedaan, tot de laatste minuut. Dus ja, prima overwinning. Je trainer zegt, je had het misschien nog wel wat meer mogen uitbouwen, die scoren. Nou, de trainer is nooit tevreden, hè? Nee, is dat goed of slecht? Ja, weet niet. Dat is hoe je het bekijkt, hè? HHCTV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.